welkom weer bij deze nieuwe 2 vs 2 commentary. Deze game is opgenomen samen met Coolnik. En we spelen tegen twee anderen. De map is Great Plains. Ja, wanneer niet eigenlijk. Ik zal wel wat meer uploaden op andere maps. Daar ben ik ook wel mee bezig. Maar vaak, ja, als je bij iemand anders injoint, is het vaak gewoon Great Plains. Dus ik kun je dan niet veel aan veranderen. Maar ik weet ook niet of jullie het erg vinden. In ieder geval, het is de meest gespeelde map op Age of Empires. En ja, bijna iedereen speelt er gewoon op. Ja, een map die ook nogal vaak wordt gebruikt, natuurlijk al veel minder vaak, maar ook regelmatig dan nog, is Texas. Die wordt soms wel eens gebruikt. En maar vooral gewoon Great Plains. Het is gewoon een map waar je altijd genoeg vlees op hebt en het is dichtbij. Niet altijd. Soms heb je ook wel, eigenlijk zeg maar, je slechte games dat de biefers nogal ver weg zijn. Je hebt ook gewoon een trade route op, ik zeg bijna verkeerd. En eigenlijk gewoon alles, genoeg bomen, genoeg, dus genoeg hout, genoeg vlees. Goud heb je ook dichtbij. Soms vind ik wel eens dat de bisons een beetje te ver van jezelf afstaan. Maar dat is dan gewoon pech. Of ja, je kan het ook wel gewoon opgeven dan, maar ja, dat is dan jammer. Dus ik speel het gewoon. We zijn 1,5 minuut bezig. Ik zet iedereen op vlees, omdat ik 800 vlees wil hebben. Als ik die 800 vlees heb, dan ga ik zo snel mogelijk naar Age 2. Want ik weet dat de tegenstander in ieder geval niet heel slecht is. Dus we willen namelijk redelijk snel zijn. Ik ben Ottomans. Dat is ook de reden waarom ik meteen een trainingpost maak. Kun je snel zo'n kaart kiezen. Zoals nu. Ik kies nou 3 settlers. Dat is gewoon... als je... rush je wel, maar... het is verder geen probleem als je gewoon eerst 3 settlers kiest. Als je echt bijvoorbeeld een Janissary rush moet doen, is het natuurlijk slimmer om eerst dan 5 Janissaries te kiezen. Maar dat doen we nou niet. Ik doe gewoon zo snel mogelijk... ik ga gewoon zo snel mogelijk naar H2. Dan zorg dat ik 200 hout heb... En om een brak te bouwen. Ik zie wel dat ik nou de verkeerde kies. Ik moet eigenlijk de 400 hout age kiezen dat ik 400 hout heb. Dat is natuurlijk gewoon veel handiger. Want dan kun je natuurlijk huisjes bouwen. En natuurlijk ook je brak. Maar dat doe ik dus niet. Maar op zich is het zo ook nog gewoon prima spelen. Want ik zorg gewoon dat ik heel veel mensen op hout zet. Zodat ik 200 hout heb voor een brak. Nou, ik vraag eventjes Force Base, FB. Dat is de afkorting. Coolnik zegt nee. Dat vind ik op zich niet zo erg. Dan zet het gewoon niet bij elkaar. Maar dan zet hem gewoon, voor je eigen town center, zeg maar. Dus wat ik doe, ik stuur nu alvast 2 settlers een beetje vooruit. Op de plek waar ik ongeveer mijn barak wil gaan bouwen. Daar kan ik hem zo snel mogelijk neerzetten. En ik kies 2 settlers daarvoor. Want dan gaat het gewoon een stuk sneller. Een settler bouwt gewoon natuurlijk veel langzamer. Dus daarom 2. We willen namelijk echt gewoon heel snel zijn in deze game. Geel is toch wel het beste. Je zult eigenlijk zien dat geel het beste is. Groen iets minder. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is. Zoals je nou kan zien heb ik 200 hout, meer zelfs. Dus verplaats ik nou iedereen van hout naar iets anders. Nou, niet iedereen, maar ik had net op 6 op hout. En dat zijn er nou wat minder, dus ik zet dan weer een aantal op goud en op vlees. Ik ben nu bij H2 en ik begin dus meteen met mijn brak. Je ziet hier, de 2 settlers lopen er nou naartoe om hem te gaan bouwen. En zodra die klaar is, ga ik meteen Janissaries maken. De kaart die ik dus nu kies zijn de 5 Janissaries. Ik had ze ook settlers kunnen kiezen. Dat heb ik niet gedaan. Je ziet nou ook meteen dat de barak bouwt dus nou gewoon veel sneller. Hij is nou al bijna klaar. Nu is hij al klaar. En ik begin meteen met 5 Janissaries te trainen. Eigenlijk 1, want ik zie dat ik te weinig pop heb. Maar dat is niet zo erg, want ondertussen traint er gewoon 1 door en maak ik een huisje. Dus dat huisje is toch gewoon sneller klaar als
Als dat er 5 Genesaries klaar zijn. We hebben nu ondertussen de barak van Groen ontdekt. Hij is Rusland, dus het is eigenlijk ook gewoon een uitkijktoren. Barak en uitkijktoren 1. Dus die moeten we eigenlijk zo snel mogelijk proberen te slopen. Maar daarvoor heb je wel redelijk wat leger nodig, want Rusland kan nogal snel een heel groot leger maken. En het is een probleem als je nou met het klein leger aankomt, dan ben je het kwijt en dan loop je meteen achterstand. Nou, er gaan alvast 5 paarden naar mij toe om, waarschijnlijk om zelfs te vermoorden. Ik kill er 1, dat is mooi. Maar we moeten wel een redelijk leger hebben als we, als we die brak gaan aanvallen. Dus ik weet even niet hoe groot leger Koenig heeft. Hij gaat daar in ieder geval even reden. Dus dat betekent dat je dan settlers gaat killen, vermoorden. Ze zijn redelijk actief in de cavalry, de tegenstanders. Je ziet daar weer paarden. Maar Koenig gaat ook voor de paarden. Ik ging voor de Janissaries en de Abus, ja, in het Engels is het Abus Guns. Maar ik zeg gewoon Abus Guns. Ze zijn niet zo goed tegen de paarden, maar ik weet ook wel gewoon bijna zeker dat ze niet alleen paarden maken. Vandaar dat ik daar ook nog Abus Guns ga maken. Dus. Koenig gaat naar Geel toe, zelfs vermoorden. Ik zie dat Geel bij mij komt, dus ik snel mijn zelfs weg. Hij heeft me niet doorgehad, hij heeft het niet gezien. Dus dat is mooi. Hij heeft het wel gezien. Hier gaat hij dus naar mij toe. Snel je stedels weg. Er komt een klein legertje aan. En waarschijnlijk als ze dat leger zien van mij, gaan ze met hun paarden ook vanzelf weg. Nou, waarschijnlijk verlies ik hier 1 of 2 stedels. Ja, eentje waarschijnlijk. Ja. Maar nou zien ze dat wij hier een leger hebben. Dus zullen ze waarschijnlijk weggaan. Ja, of ze blijven natuurlijk doorgaan. Maar dan weten ze bijna zeker dat ze het verliezen. Hier komen weer wat paarden aan. Ze zijn behoorlijk agressief op dit moment. Ze blijven zien achter mijn settlers lopen. En ik verlies er toch wel echt een aantal. Dat is erg jammer, want Ottomans die maken niet zo snel. Settlers. Dit is. Je verliest gewoon een aantal en ze trainen. Ja, ze zijn natuurlijk wel gratis, maar het gaat heel erg langzaam. Dus ik moet proberen om deze settlers zo snel mogelijk weg te krijgen. Maar ja. Ze lopen gewoon niet sneller en je paarden zijn wel snel, dus het is nogal makkelijk voor die paarden om ze te vermoorden. Nou, ik verlies het hier toch wel echt veel te veel eigenlijk. Zo te zien gaan de paarden nou weg of ze gaan naar andere settlers toe. Ja, ik stop ze in mijn town center, zodat de town center kan schieten. En de paarden zijn weg, gelukkig. Dus nu moet alles weer een beetje orde op zaken stellen, de settlers terugzetten. En ze allemaal uit thuis laten halen. Je ziet, het brengt je redelijk uit balans, zeg maar. Dus je focust even nergens meer op. Ik ben dus ook heel te vergeten om leger te maken, dus dat doe ik dus nou weer. En ondertussen moet ik weer een huisje bouwen. Ik krijg alweer 3 paarden. Maar toch is het jammer. Maar dat is natuurlijk ook de reden waarom de tegenstander met zijn paarden gaat te reden. Ik heb een redelijk klein legertje hier nou, die zet ik gewoon weer terug. Natuurlijk altijd oppassen voor de paarden die misschien nog aankomen. Maar we zullen snel moeten zijn. In ieder geval, daarom zegt Koenig nou ook attack. We hebben allebei niet zo'n heel groot leger. Maar we komen eraan. Hij heeft paarden en ik de Janissaries. En ook nog 3 paarden. En dan komen er nou weer 2 bij. We gaan dus naar zijn barak. Daar zal natuurlijk al wat leger bij staan. Dus het is niet zomaar alleen eventjes een barak slopen. Dan ben ik benieuwd. Even kijken. Er staat wel leger bij. Ik weet niet of ze terug gaan. Nou ja, ze vechten een beetje mee. Dus ik zal wel moeten helpen. En dat doet hij ook. Ondertussen maak ik nou een RT Factory Suite. Daarmee kun je de Abbas Guns maken. Er zijn veel paarden hier. Koenig heeft het zelf ook. In ieder geval, ze zijn dood. Dus we gaan nou verder eventjes met
geel is stable. Groen is trouwens uit, dus hij heeft geresigned. Waarschijnlijk omdat ze gewoon weinig leger meer hadden. Dus dat is eigenlijk een mooi. Dus nou zie je meteen dat we eigenlijk al groot in het voordeel zijn. Dan komt dat we gewoon snel begonnen zijn met aanvallen. We hadden eigenlijk niet zo'n heel groot leger, maar we vielen al aan. Dus daarom geeft Groen waarschijnlijk nou op. Waarschijnlijk gewoon omdat ze geen leger meer hadden. Dus dan ziet hij het gewoon niet meer zitten en dan stop je. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje hoe goed je bent. Bijvoorbeeld, Geel is nou veel beter. Zijn rank is ook hoger. En hij gaat door. Dus hij heeft er meer vertrouwen in. Maar dat heeft niet zoveel zin als Groen dus opgeeft. Want dan ben je in je eentje. En ja, 2 tegen 1 is een duidelijke win. Wij natuurlijk, dus. Toch de Abyss Guns. Het is natuurlijk handig als Geel dadelijk nog iets van musketiers maakt ofzo. Daarom doe ik het gewoon altijd. En we gaan nu Geel aanvallen. Dus we lopen er naartoe. Even deze Settlers nog aan het werk zetten. En... Daar komen de musketiers van Geel aan. Maar ze lopen weer terug, dus hij is een beetje weerhoudend. Dus hij wil waarschijnlijk nog een grote leger maken. Maar lijkt mij het slimste om nou eventjes zijn brak te gaan slopen. Dan zullen we daar zijn leger wel tegenkomen. Daar staat het al. Dus hij moet, ik wil nog even wachten tot ik er ben. Ik ben iets later. Even kijken. Ja, ik ben ondertussen ben ik er. En vallen wel de paarden en de musketiers aan. Hand-to-hand attack is soms wel eens wat handiger. Even kijken. Ik kill de Kev. Met de Abyss Guns kan ik beter de musketiers killen, maar... Even kijken hoe het verder gaat. Even kaart kiezen. Nou, ik kies nou de kaart dat de Abyss Guns beter kunnen schieten. Maar dat duurt eventjes en we kunnen beter teruggaan, want we zijn duidelijk nou in de minderheid. Dus we kunnen beter wat meer leger maken en dan dadelijk terugkomen om aan te vallen. Er komen nog wat paden aan. Nou, dat was de commentaar weer voor vandaag. Ik zie je weer in de volgende video, dus later! Hazır! Emrin? Doğru. Yes. Hazır. Oduncu. Emre. Doğru. Avcı. Selam. Yapı ustası. Yapı ustası. Yapı ustası. Yapı ustası. Satıcı. Hazır. Yapı ustası. Tamam olur. Yapı ustası. Evet, tamam olur. Yes. Evet, doğru. Evet, doğru. Evet, tamam. Olur. Are you ready? Emre. Selam, oduncu. Evet.
Hazır. Çiftçi. Selam satıcı. Hazır. Evet. Yes. Evet. Tamam, olur. Evet, tamam, olur. Evet, tamam, evet, evet, evet. Tamam, evet. Hücum, hücum. Tamam, evet. Evet. Evet, tamam, olur. Evet, evet, tamam, evet. Yes. Tamam, olur. Hücum, 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 hücum. Hücum. Evet, tamam, olur. Hücum! Evet. Tamam, evet. Tamam, evet. Doğru. Hücum! Evet, doğru. Hücum! Tamam, evet. Hücum! Tamam, evet. Tamam, evet. Tamam, olur. Hücum, hücum, hücum. Hücum, hücum. 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 Hücum, hücum. Emrin, evet, evet. Ergilerim. Emrin, evet. Evet, tamamdır. Hazır. Emrin, evet. Hücum, hücum. Emrin, evet. Evet, evet. Hücum. Evet, Emrin. Hücum. Evet. Hücum. Hücum. Yes, yes. Yapı ustası. Evet, tamamdır. Evet, hücum.
geliyor.